Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Het weerbeeld is wisselend boven Nederland, met op sommige plaatsen bewolking, maar op andere plaatsen de zon. Het is in ieder geval meest droog. En vanavond begint de bewolking langzaamaan wat verder toe te nemen vanuit het westen. Later in de avond misschien een spatje regen in Zeeland. Temperatuur in de avond rond. 14 graden in de nacht dalend naar een graad of 10. En dan raakt het ook steeds meer bewolkt. En gaat de neerslag zich langzaam over het land uitbreiden. De neerslag bereikt het noordoosten van het land tegen de ochtend. En in de ochtend morgen de meeste regen in het noorden en oosten. Daarna van het westen uit wat opklaringen, maar ook een paar buien. Het wordt 16 tot maximaal 21 graden. Donderdag gaat het kwik nog wat verder omhoog, misschien wel naar 24 graden in Limburg. Er vallen een aantal buien laat op de dag met kans op onweer in het zuiden van het land. En ook vrijdag en zaterdag buien met een stevige wind langs de kust. En dan gaat de temperatuur weer iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.